Yeah. Welkom iedereen bij de making of van Miss You Zo. Onze track met Paul de Munnik. Ik mocht er helaas niet op meedoen, maar ik ben vandaag wel jullie voice-over. En ik neem jullie mee naar de eerste opnames bij Engel thuis. Het is vrij stappen, dus het is van Miss You Zo. Als toevoeging. Bij het liedje. Oh, ja. Maar je zit er niet in, toch? Je zit er niet echt daar. Ja. Dus je kunt het doen. Ja, laten we dat sowieso doen. Sowieso opnemen. En dan misschien, ja, ik dacht misschien wat accenten. Ik kan sowieso meespelen. Ja. Want kijk, als die piano dus na het refrein mis je zo. Als we dat gaan. Houden, dat ik ook voor nu wel langzaam wel te gek begin te vinden. Dat hij even begint, ja. Dat hij daar even indaalt. En dan pas weer komt. Ja. Dus dan moet hij daar ook geen gitaar zitten. Nee, precies, dan moet je echt die piano de ruimte geven. Zal ik gewoon even een beetje meespelen? Ja. Kijk, goed. Omdat je toch wel bij me bleef, ik mis je zo. Vier woorden, echt zweven, dat is alles wat jij hebt geschreven. Na alles wat zij met je deed, is opeens alle ellende vergeten. Zo van jammer, we zijn nu verleden tijd. Nee, want als je breekt met mij, spreekt al snel een lege fles wijn. Sorry, maar nu is het payback time. Toen de gitaar en de zang er goed op stonden, zijn we uiteindelijk naar Paul's studio gegaan, samen met Patrick, om de track daar verder af te maken. Dit was de making of van Miss Je Zo. Thanks voor het kijken. De video is te vinden op YouTube. Enjoy. Ik mis je zo. Vindt hij het niet fijn dat ik haar mist?